Voetbal is geen mannensport. Het is een ander soort voetbal. Het is voor allebei. Voetbal is een sport. Het gaat om recht. We hebben allemaal gelijke rechten. Wie gaat er winnen? ATC! ATC! Oh, dank. Het is geen foto, hè, jongens. Het is een film. Ja, dit is een film. Dit team staat niet voor niets maar bovenaan. Ik heb vroeger bij de jongens gespeeld en ik vind dat het geen mannensport is. Toen ik vroeger bij de jongens speelde, was het altijd zo van de tegenpartij van oh, die heeft een meisje, van dit gaan we winnen. En dat gaf me juist een extra motivatie om te winnen. En ja, toen keek ze ook wel raar op dat een meisje kon winnen van een jongen. En dat is dus de verandering geweest dat ik gewoon voetbal geen mannensport vind. En het echt gewoon ook een meisjessport of vrouwensport kan zijn. De opstelling vandaag. Eerste helft beginnen. Zweef aan de goal. Malou linksback, Aniek rechtsback. Maar we gaan vandaag eens wat hoger opspelen. Oftewel, we gaan iets verder naar voren verdedigen. Ik vind het een grotere uitdaging om een groep meiden of vrouwen aan het voetbal te krijgen. Maar ook op de manier zoals je zelf ja, je idee over voetbal is. Dan dat je hier bij de club een A1 of een B1 traint. Ik denk misschien als ik, ja, dat ik bij de jongens misschien wel sneller wat zou gaan bereiken. Maar misschien kan ik bij het vrouwenvoetbal ja, echt iets neer gaan zetten. En dat lijkt me wel een grotere uitdaging. En volgens mij niet zozeer omdat ik zelf vrouw ben, nee. Ik snap wel dat de mensen die bij de vrouwen willen kijken, maar dat is natuurlijk minder fysiek en minder ja, snel spel en zo en techniek. Dus dat is minder leuk om naar te kijken. Ja, ik denk niet dat je kan dwingen om mensen naar een voetbal van vrouwen te laten kijken. Maar ja, vrouwenvoetbal kan ook gewoon heel mooi zijn, vind ik. Kijk, natuurlijk, er zijn de verschillen. Die zitten hem vooral op het fysieke vlak. Dat is gewoon zo. Daarmee wil ik niet zeggen dat een meisje niet kan voetballen of een jongen altijd wel. Alleen het zijn, je moet daar wel rekening mee houden. Met jongens omgaan is toch allemaal anders. We praten over andere dingen. Bij meisjes kun je daar veel beter praten. En ja, ook met de kleedkamers is dat veel makkelijker. Nu kunnen we gewoon met z'n allen in de kleedkamer. Natuurlijk bij de jongens voetballen moest ik altijd naar een aparte kleedkamer en zo. Dat is wat minder. Wat ik ook nog zelf wel ervaren heb, is het verschil. Ja, voetbal is natuurlijk een sport, het is geen exacte wetenschap. En wat je dan merkt als je tegen jongens zegt van je moet bij de tweede paal uitkomen. Nou, dan weten ze eigenlijk op de een of andere manier van, oh nou dan moet ik ongeveer daar uitkomen. Dat komt niet op de centimeter of de millimeter nauwkeurig. Nee, ik moet zorgen dat ik daar in de buurt ben, want daar komt de bal. En als ik dat met een groep meiden doe, ja, dan moet ik echt gewoon op de plek gaan staan en dan een soort van cirkel zeggen van dan moet je ongeveer hier uitkomen. En ja, want anders dan gaan ze echt naar de tweede paal, dat merk ik ook. Ja. Is het alleen maar die tweede paal is goed en niet de centimeter naar links. Maar dat bedoel ik dus ook met dat ze de discussie dan op gaan zoeken van ja, maar je hebt toch aangegeven dat. Ja. Nou, en dat vind ik soms wel eens heel erg lastig om... Wel, maar aan de andere kant is dat ook wel leuk. Toch? Ja. Is dat door? Hoor, denk je wel, die is voor jou. Ik vind meisjesteams trainen vind ik leuker en voetballen vind ik het leuker als bijvoorbeeld bij jongensteams. Je ziet toch dat plezier bij hun heel belangrijk is. Dat ze ja, als groep zeg maar, bij elkaar, dat ze ook naast het voetballen doen ze nog heel veel dingen. En dat zie je bij jongensteams zie je dat nog wel eens niet gebeuren. Die gaan naar huis tjoep, en die gaan in hun eigen weg. Ik vind het echt leuk om vrouwenvoetbal te kijken in plaats van mannenvoetbal. Het is een ander soort voetbal. We doen het op onze eigen manier. En ja, ik vind dat het heel erg groeit tegenwoordig, dus vind ik echt leuk. Er heerst nog steeds bij te veel mensen het idee dat voetbal een jongenssport is. Nou, een belangrijk voorbeeld is, we hadden begin januari en toen zat ik nog niet eens in het jeugdbestuur. Toen was ik net betrokken geraakt bij die meidentak. Toen was er een presentatie van het technisch beleidsplan van ATC. Door de twee mensen die dat ontwikkeld hadden. Daar heb ik een uur naar geluisterd En in het hele beleidsplan is geen één keer het woord meisjes gevallen. Ook niet het woord meiden en ook niet het woord vrouwen. Nee. Dat geeft al aan, en dat is een beleidsplan wat dus geïnitieerd door het jeugdbestuur, dat mensen daaraan moeten werken. Ja. Nou, het moment dat daar dus niet, geen enkele keer dat woord genoemd is, is er iets. Is het niet gelukt door die meidentaak om daar reeds tot door te dringen. Nou, en nu zijn we dus bezig om de meidengroep daarin geïntegreerd te krijgen. Ik ben eigenlijk voor zodat ik iets over de meidenteams kan vertellen, want ik ben zelf ook een meisje en ik zit ook in een meisjesteam. Dus ik kan wat over de meidenteams vertellen en dan kunnen de jongens uit de jeugdraad kunnen dat niet. En zo kunnen wij verbeteren voor de meiden en dan kunnen de jongens verbeteren voor de jongens. Maar wij vinden het wel belangrijk dat de meiden gewoon een vaste tak krijgen binnen de organisatie of binnen de vereniging. Dat ze ook als volwaardig gezien worden. Ik denk dat je, nou, nu op dit moment hebben we zo ongeveer 140, misschien 150 meisjes die lid zijn. Heel veel teams, een stuk of 9 denk ik nu. En ik denk dat het heel belangrijk is dat die meidentak juist ook goed gepromoot wordt. En daar heb je dus een coördinator voor nodig. En daar heb je ook dus ook iemand voor nodig in het jeugdbestuur. Ik vind dat ATC groeit met meisjesteams. En ik vind het erg goed dat ze meisjesteams nou opzetten en dat ze steeds meer meisjes aannemen. Er komen echt steeds meer meisjes bij om teams te vormen. En het is echt een hele gezellige boel hier met de meisjes. En ik vind dat de jongens dan nog maar plaats moeten maken voor de dames. Ik speelde eerst bij de F van bij de jongens en nu speel ik bij de meisjes. Want ik vind de meisjes iets fijner dan de jongens. Ja, wijs. Doe maar eens wat ik net deed. Goed. Dat gaat goed hoor. De jongens spelen wat ruiger dan de meisjes en dat is dan iets moeilijker voor mij. Want dan, je bent misschien met één meisje, maar meer zijn de jongens. Mijn broer en mijn vader die moesten heel vaak naar de voetbal en toen moest ik soms mee en mij leed toen voetbal ook wel leuk. En toen ging ik nog beginnen bij de minis. Toen ging ik naar de interne en toen waren er heel weinig F'jes. En toen kwam er van de interne 1 team naar de F en daar zat ik bij. En dat werd later de F1 of F2. En daar mag je kiezen, een schaar of een overstapschaar, of alleen de overstap of de Ronaldo, alle trucjes die jullie hebben geleerd. Dan mag je naar links of naar rechts en scoren op het kleine doeltje. Kom maar eens beginnen. Ik wil wel bij Barcelona, Real Madrid en Twente spelen. Het is mogelijk om professioneel voetballer te worden als meid. Dan moet je wel als vroeg af aan moet je heel goed kunnen zijn. En als het talent worden gezien door de coaches en ja, mensen die langs de zijlijn staan om jou te spotten. En dat is rond de 12 jaar denk ik. Dan moet je ook echt uit worden gepikt, want daarna heb je heel weinig kans om erbij te komen. Want ze gaan steeds vroeger beginnen met meidenteam om ze op te leiden, zodat je steeds beter wordt. En nu over je rechterschouder terug. Ik ben bij de KVB gekomen toen ik... werd gevraagd voor een talentendag en daar liepen allemaal scouts rond en dan moet je dan telkens partijtjes doen. En als je daar gescout bent, dan moet je weer wedstrijden spelen en dan kijken ze weer of je weer beter bent. En dan kom je erbij. Wij zijn dus gescout voor de KVB, omdat we zeg maar meededen aan een KVB-toernooi. Ik wil wel professioneel voetballen in de toekomst, omdat ik voetbal echt heel leuk vind. En ja, dat is echt mijn ding. Als ik niet voetbal, dan voel ik me nog niet goed. Meisjes die nu nog gaan voetballen en heel erg graag professioneel voetballer willen worden, die moeten er gewoon voor gaan en ja, die moeten gewoon zichzelf laten bewijzen dat ze heel goed kunnen voetballen. En ze moeten er alles voor geven en thuis ook oefenen, want dan kom je er wel. Bijlopen! Goed, zes meter. Dus maar. Oh. Oké. Okay. Goed. Oké, jongen. Doe. Oké, kijk op de bus. Wat gaan we doen? Winnen!